Hey, Alex, nog een dag. Hier nonkel Jurgen terug van Vitalimo en deze keer in de Efteling. Ik heb eventjes een rustig plaatje opgezocht, want het is gezellig druk in het park. Ik ben hier wel al een tijdje. Ondertussen al Symbolica gedaan en ook een droomvluchtje gedaan. Maar ja, het wordt dus tijd om de camera aan te steken, want vandaag is het de eerste editie van het Negen Pleinen Festijn van dit seizoen. Voor de mensen die nog niet weten wat het Negen Pleinen Festijn is, dat wil ik zeggen dat vanaf 6 uur het park geopend, eerst en vooral het park is open tot 11 uur. En vanaf 6 uur is er op 9 pleinen hier in het park tal van animatie en leuke dingen te beleven. Ik heb al eens het programma bekeken, het ziet er ongeveer wel een beetje hetzelfde uit als vorig jaar. Maar dat neemt niet weg dat het zeker gezellig is en leuk zou zijn. Ik probeer jullie mee te nemen vanavond naar het 9 pleinen festijn, maar dat wil niet zeggen dat ik alle 9 pleinen ga doen. Want ik ben niet van plan om echt mij te haasten om alles te zien. Nee, ik ben hier vooral om te genieten en te kijken wat het 9 pleinen festijn dit jaar brengt. Ondertussen een nieuwe plaatsje gevonden. De sprookjeshow heb ik nog nooit gedaan, dus ik ben benieuwd. Duurt wachten zo lang? Zo, dat was dan de sprookjeshow. Ik vond het wel leuk. Leuk gebracht, het duurde wel niet zo lang, maar eigenlijk wel iets dat je moet gezien hebben hier in de Efteling. Voor mij was het dus de eerste keer. Maar ondertussen ga ik een stukje verder in het sprookjesbos. Hè. Of beter gezegd een ijskoep gegeten bij de Zes Dienaren. Dat is het nieuwe ijsjesverkooppunt bij Langnek. En ik moet zeggen, het is super. Voor €4,50 kun je eigenlijk al een ferme ijskoep krijgen met een bolletje of drie ijs met wat fruit erbij. Ja, ik ken parken waar je wat je voor €4,50 één bolletje krijgt. Ik zal maar geen namen noemen van parken, zeker. Het Schilottenplein
Nederland. Gerautenplein, Klinkenpeter. Hier starten de animaties al reeds om... of het entertainment start hier al reeds om 4 uur in de namiddag. En hier kan je Pinocchio ontmoeten en de vee. Maar ook luisteren naar verhaaltjes die gebracht worden voor de kinderen. Maar leuk hier in dit Sprookjesbos en op het Gerautenplein. En jij ook wel in? Wat gebeurde er toen? Ja, die zaten er al in inderdaad. Ja, maar wat gebeurde er toen? Want ze zaten erin. Even kijken. Ja, hier staat het al. Toen ging het allerkleinste geitje zich verstoppen in de grote staande klok. En... Nou nee, dat hebben we al gehad. Wacht even. Even kijken. Toen zei het kleinste, jongste kindje... Ja. De stoet is voorbij. Het was wel leuk, maar ik miste toch wel één specifiek persoon. Namelijk degene die het protocolair alles in orde houdt. OJ punctueel. Dus hij was er helaas niet bij. Ja, eigenlijk wel een gemis. Omdat het een figuur is die de laatste 2 jaar of de laatste jaren toch enorm veel populariteit geniet. En daar is wel een beetje een boegbeeld is voor de Efteling. Maar ja, het zal ook wel lukken zonder zeker.
van de Ventplein, hier achter mij. Dat is ook een van de pleinen van het kleine festijn. Kun je eigenlijk Hans' avond ook de Ravelijnshow bekijken. De Efteling-muzikanten spelen hier ook. En je kan ook de Ravelijnruiter Thomas, de held van Ravelijn, ontmoeten. En kijken hoe hij met zwaardvechten tekeer gaat. Vijf minuten. Laten we het even snel meenemen op een negenpleinen festijnavond. Een tochtje naar mijn favoriete attractie, de Droomvlucht. Muzikanten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ze eigenlijk wel heel goed vond en grappig en goede muzikanten. Eigenlijk wel leuk. Vroeger had ik ze nog wel eens gezien, maar ja, het was een leuk feestje. Wat trouwens ook nog terug is op het plein, daar kun je een ijsdonut eten. Wat is een ijsdonut? Je kiest eerst en vooral een donut. Men snijdt dat door en men legt daar dan een grote bol ijs tussen. Je kan kiezen tussen een drietal smaken en als laatste kun je ook nog je topping kiezen om erop te doen. En dat voor €4,25, dacht ik, eigenlijk een zeer democratische prijs. Maar zwart, we gaan een stapje, of ik ga een stapje verder naar het volgende plein en zien wat er daar te beleven valt. Aha, een carousel, maar niet voor vandaag. Animatie op het Anton Pieckplein vond ik goed. Witske, je deed het supergoed met jouw hoepels. Ik zou het niet beter kunnen. Thank you.
Wat is dat? Is hier? Ja, kijk maar. Als dat geen festivalsfeertje is, hè? Te lang in de Efteling. Vrienden, wie is er van jullie vanmiddag in jongens in het raak geweest? Veers? Welke kleur zat je? Rood! Heb je gewonnen? Echt waar! Applaus voor de winnaar. Hij zat in rood, dames en heren. De enige winnaar van vandaag, hè? Hij heeft de draak verslagen. Weet je al wat je met het geld gaat doen? Ja? Wat dan? Uitgeven aan lekkere drankjes. Goed idee, zeg. Onwijs goed idee. Je kan ook zeggen, kom gewoon nog vaker naar de Meezingfestijn. Wie van jullie willen nog een keer de jongens in het draak? De meest vriendelijke jongens in het draak ter wereld. Ga lekker hier staan. Sluit je aan bij de Geisha. Als je in blauw wil zitten. De Geisha is blauw. De Geisha, ja, dat. De Geisha is water. En sluit je aan bij de Italiaan. Als je in rood wil zitten. Sluit je bij hem, Italiaan. De jury en degene die neemt krijgt net als hij daar 1001 ducaat voor halve liters ranja tot je erbij neervalt. Een rondje rond het podium. Want hij de draak verslaat ontvangt 1001 ducaat. Vind ik zelf toch een jaarlijkse gewoonte ondertussen geworden. Ik heb al een aantal jaren geweten dat Jelle hier staat met de rode neus. Ik vind het eigenlijk wel super, maar ik ga nu al reeds de optreden verlaten, want ik wil nog een aantal andere dingetjes doen. Flex. Thank you.
Symbolicaanse hofdans. Ja, dat is een mooi recept, maar ik miste dit jaar wat kruiden. En peper en zout ontbrak er voor een stukje door de afwezigheid van je puntje wel, maar ja, niets aan te doen. Het was niet lelijk, hè. A nossa nação brasileira. Salve Zumbi dos Palmares, valha-me Deus, que nos livrou do cativeiro. Aan het bouwen en straks zou ik nog even gaan kijken. Ondertussen heb ik ook nog een frietje en een frikandel gegeten en een drankje en ik moet er iets over kwijt. Ik betaalde hier amper €6,50 voor. Op zich kan je wel zeggen dat dat een stevige prijs is, maar ik ken pretparken bij ons in België waar je daar minstens €10 voor betaalt. Dus de prijs hier van voor de maaltijden en het eten in de Efteling valt zeker mee. Ik moet er wel bij vertellen, ik betaal €6,50 nadat ik nog iets korting had gehad met mijn abonnement. Maar zwart, ondertussen zijn we dus avond. Negen Pleine Festijn loopt eigenlijk al een beetje op zijn einde. Binnen hier een half uurtje is het al gedaan. Dus Jürgen Freyli heeft nog van zijn beste kant. En ik zal nog een stukje meepikken daarvan. En dan nog even aquanura, denk ik. En dan de tocht naar huis. Hoi, Schatzi. Hoi, hoe heet je? Ramona. Oké, doe één keer. Harley. Hoi, Schatzi. Hoe heet je? Harley. Harley. Kom, lekker zitten, Harley. Even een vraag. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd? Bescheiden. Oh, dat is niet perspectief voor de dame, ja. Waarover? Oh, hoe heet die? Arne. Arne, waar is Arne? Is Arne erbij? Nee, is thuis. Oh, de
heeft een probleem met vastgehouden. En goed, we gaan er even beginnen. Dames en heren, doen een liedje van Doe. Kent u dat? Zo, checks. Ali. Voor Lex is Doe. Eerst dan hoog dan naar beneden. Andere eentjes in de papa. Ik heb hier wat rondgekleden. Goed dat je mooie pop. Je brengt een zonneschijn. Je handen dit was dan. We zien wat rood en wel. Ik laat je gaan. En dan zoveel jaar. Dat je mooie pop. We moeten uit elkaar. Dit voelt een beetje raar. Dag mooie Bob. Wat was het mooi, dames en heren, die Bob. Had je liefdes in de Bob scheer. En jongens, we gaan draaien aan de kant van die raar. Je brandt een zonneschijn. Je handen op ons stond. Je ziet me goed. Zo ondertussen al terug in de auto en eventjes wachten totdat de meeste drukte weg is van de parking, maar eigenlijk valt dat wel behoorlijk mee. Je zag nog Jürgen Freilich met het nieuwe lied om afscheid te nemen van de Bobbaan, want in september gaat hij op de sloop en gaat hij plaatsmaken voor iets nieuws. Velen vinden dat jammer, anderen kijken uit naar iets anders. Het is misschien ook het moment om eventjes stil te staan bij het Negenpleinfestijn, wat ik ervan vond. Ik vond eerst en vooral nog altijd het Negenpleinfestijn vind ik nog altijd superleuk. Iets dat wij in België, in onze Belgische parken, niet kennen. Wij kennen daar wel nocturnes. Sommige parken zijn wat langer open, maar zo'n uitgebreid aanbod aan entertainment, dat hebben wij niet. Ik vond het leuk, ik heb de dingen die ik gezien heb, vond ik wel fijn. Maar ik miste toch wel een aantal dingen. Ik heb al eerder aangegeven dat OJ.wel er niet bij was dit jaar. Vind ik wel jammer, omdat hij zich de laatste jaren zo wat profileerde als een beetje de ceremoniemeester van Hans het Gebeuren. Ik vond dat wel spijt, als een leuk figuur die er nu niet bij was. De Harmonie van Rie heb ik ook niet gezien, maar misschien komen die nog wel op het plein met de straatanimatie. Maar dat is nooit, vooraf weet je nooit wat dat er gaat staan. De straatanimatie die ik er zag was wel leuk. Ik heb niet alle pleinen kunnen doen. Ik ben eventjes op het Fata Morgana plein geweest, maar ik heb het niet gefilmd en ik vond het een beetje een trieste bedoeling daar. Nu, de volgende keer als ik kom, zal ik daar misschien wat langer verblijven en kijken. Wat ik daar zag was zo een twee of drietal straatmagiers, maar ja, er zat waarschijnlijk niet voldoende sfeer, er was niet veel muziek. Ik was eventjes aan het denken dat het Negenpleinenfestijn dit jaar zo'n beetje de light versie was van hetgene wat wij de voorbije jaren gehad hebben. Maar
misschien zijn we de voorbije jaren te rot, te verwend geweest van het aanbod dat wij dan hadden. Nu, ik vond het nog altijd een feest om het mee te maken. Ik vond het nog altijd leuk. Ik heb mij echt wel kostelijk geamuseerd. De tijd tussen 6 uur en 11 uur ging veel te snel voorbij. Je kan eigenlijk bijna moeilijk alles doen. Maar daarvoor kom ik nog een keer in en dan zal ik misschien ook wel terug een vlogje maken voor de dingen die er vandaag niet bij staan. Ik ga hier afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Vond je het minder leuk? Geef dan ook maar een duimpje omhoog. Wil je meer van deze vlogs of andere filmpjes zien, abonneer gerust op mijn kanaal, want er komen er nog wel wat filmpjes. Heb je ideeën, suggesties of wat dan ook, laat ze weten via mijn Facebook, Evitanimo zit ook op Facebook, of de comments, of stuur gewoon een berichtje. Laat maar iets weten, zou ik zeggen, ga je gang. Hier ga ik afsluiten, want ik moet nog een 180 of 190 kilometer naar huis rijden, want ik blijf hier niet slapen. Het zal een korte nacht worden, want morgen moet ik weer al naar een parkje. Of ik moet niet, ik wil gewoon naar een parkje morgen gaan. En dan zit mijn weekje verlof er al op. Hierna geef ik jullie nog een stukje van Aquanura mee. Dat was de Tiesto-versie. Aquanura in het donker is altijd leuk en levert ook wel spectaculaire beelden op. Maar ik heb genoeg gepraat en ik zie nu ook pas dat dat wel een heel raar beeld is met het lichtje van mijn auto hier. Maar zwart, Halloween is nog veraf. Dus schrik niet. Ik ga afsluiten, want ik moet nog een tijdje de baan op. Ik heb nog een paar goede cd'tjes mee om naar muziek te luisteren. Ik vermoed niet dat er files gaan zijn deze keer in België. Want het is nu al eventjes kijken naar het uurwerk. Het is al bijna 11:30 dat ik hier ga vertrekken vanuit de Efteling. Och, ik was even kwijt waar ik was. Dus bij deze, salutjes en ik zie jullie graag de volgende keer terug.